Welkom bij Amex TV! Hallo, hallo! Ik eet een ijsje, radio, beetje chocola, lekker voor de maag. Chocola, chocola, ijsje, chocola. Adios, amigos. Chinook. Ashley. Oké, ouders, wat moeten ze doen met kindergeld? Bijhouden of aan u geven? Aan mij geven. Waarom? Omdat ik er daarmee kan shoppen. Shoppen? Ja. Alleen? Alleen shoppen? Ja, en eten kan kopen, dat ik lekker vind. En ja, schoenen kan kopen en zo. Stel je voor, je ouders kijken nu mee. Wat wil je tegen je ouders zeggen? Hallo. Hallo. Gewoon hallo tegen je ouders. Ja. En jij? Ja, ik ga mij geven. Waarom? Omdat ik oud genoeg ben om... ik weet het niet, snap je? Wij moeten genieten van ons geld. En ouders moeten dat niet bijhouden. Nee? Nee. Hoe oud ben jij? Ik ben 14. 14? Je vindt... Oh shit. En je bent oud genoeg, of wat? Ja. Ja? Ik zal dat geld gewoon bijhouden. Bijhouden, dus ze moeten dat aan je geven? Ja, ze moeten dat aan mij geven. En waarom? Ja, dan kan ik shoppen, van alles kopen. Kan ik zo soeven tegen iedereen. Van ja, ik heb dat. Jullie niet. Stel je voor, je ouders kijken nu mee. Wat wil je tegen je ouders zeggen over de kindergeld? Ja, fix me maar en ik hou van jullie. Ja man, Masta, ik heb geld nodig man. Je weet toch, ik moet altijd kleren hebben en zo. Ja, dus je ouders moeten dat nu geven? Ja man, ik heb dat nodig, je weet toch? Ja? Ja man, ik heb dat. Dus stel je voor, je ouders kijken nu mee. Wat wil jij zeggen tegen hen? Mij die geld moeten geven. Ja? Ik heb doeken nodig. Snel. Nu. Ja. En jij, stel je voor, je mama kijkt niet mee of je ouders. Mama, geef mij geld. En ik maak jou misschien ook trots. Snap je? Oh, dat was cute. Psych, dat was niet cute. Moeten ze dat bijhouden of moeten ze dat aan u geven? Aan ons geven om kleren te kopen. Waarom moeten ze dat aan u geven? Waarom? We moeten toch niet gaan werken. Ja, maar waarom? Waarom? Wat is de reden daarvan? Alleen kleren kopen. Wat ga je doen met het geld? Ja, buiten rondwandelen ofzo. Met het geld? Ja. Dus ouders moeten dat aan u geven, jouw ouders? Ja. Oké, stel je voor, je ouders kijken nu mee. Wat wil je tegen je ouders zeggen? Dat ze dankbaar zijn voor alle kleren, alles. Alles? En die geld moeten ze ook aan u geven, dat moet je toch zeggen, niet? Ja. Ja, zeg het. Het geld moeten jullie aan mij geven, mama. Dus mama, als je deze kijkt, geef de geld aan... Tycho. Ja, en jij? Wat moet de ouders doen? Ja, die geld moet van mij zijn, je weet toch. Ja? Ik heb geld nodig deze tijden, je weet toch. Soms afspreken met meisje, je hebt geld nodig. Oh shit, dat klopt. Hey, Bugs, je bent excellent, man. Je hebt geld nodig, je moet zo laten zien aan die meisje. Ja, je hebt geld. Dus je moet laten zien aan de meisje dat je geld hebt. Ja, sowieso. Oh, klopt. Dat is echt waar, man. Dan komen die meisjes vanzelf, toch? Dan oh, die meisjes, shit. Die komen vanzelf. Je gaat één dikke stik zien, je ziet alle meisjes van Antje die gaan. Oh shit, dus stel je voor, je mama kijkt nu mee. Wat wil je tegen je ouders zeggen? Kijk nu mee. Ja. Wat wil je tegen je ouders zeggen? Ja, mama, geef die geld gewoon aan mij, je weet toch. Ik ga goed presteren op school, Bali, je weet toch. En ook met meisjes fixen? Ja, geld. Sowieso. Hey, slim man. Doe maar die kindergeld. Bijhouden of aan u geven? Zij moeten dat bijhouden, want ze hebben mij 9 maanden gedragen. En ze hebben voor mij gezorgd als ik baby was en zo. Dus ze moeten dat bijhouden, Dus stel je voor, je ouders kijken nu mee. Wat wil je tegen je ouders zeggen? Dank u dat je voor mij hebt gezorgd. En we mogen geld houden. Aitsaf. Moeten ze dat aan u geven of moeten ze dat bijhouden? Zacht hoor, man. Die mogen dat bijhouden voor mij. Bijhouden? En waarom moeten ze dat bijhouden? Gewoon, bij mij geld pakken in mijn zak, dat gaat niet. Dat gaat niet? Op of wat ga je doen met die geld? Gewoon rond mij alles. Dus dat is gewoon beter dat dat gewoon bij je ouders blijft? Oké, en jij? Ik ook. Dat mag beter bij mijn ouders blijven. Want mijn moeder heeft met 9 maanden in haar werk gelegen. Snap je? Dat is kei schattig, man. Zij mag dat houden. Stel je voor, je ouders kijken nu mee. Wat wil je tegen je ouders zeggen? Love you, mama en papa. Ah, schattig. En jij? Ja, ik ook. Ik hou van hun. Esso naar hun. En jij? Wat moeten je ouders doen met die kindergeld? Moeten ze dat bijhouden of moeten ze dat aan u geven? Die moeten dat bijhouden. Mijn moeder... Of moeten ze dat bijhouden? Bijhouden. Waarom bijhouden? Omdat ik daar een schoolspul van kan kopen en sundan en misschien eten en ook kleren. Mm-hmm. Dus als ik dat zelf zou doen, zou ik dat echt heel rap opgeven. Oké, stel je voor, je ouders kijken nu mee. Wat wil je tegen je ouders zeggen over het kindergeld? Of gewoon, wat wil je tegen je ouders zeggen? Jullie zijn echt supergoed voor mij. En jullie zijn echt supergoed, ja. En jij?
heeft mij 9 maanden gedragen. Ja? Die heeft mij eten gegeven, die heeft mij drinken gegeven. Van mij, die mag daarbij houden. Die mag er alles mee doen wat zij wil. Wow. Dat is echt slim, hè? En stel je voor, je ouders kijken nu mee, ja? Je mama kijkt nu mee. Wat wil je tegen je ouders zeggen? Love you, mama. Love you, papa. Love you, mama. Love you, papa. En jij? Mijn moeder mag daarbij houden, sowieso. Dat is gewoon puur, snap je? Zij heeft mij opgevoed, alleen, helemaal alleen. Zij heeft mij geholpen altijd wanneer ik moeilijke tijden had en zo. En ja, wat ik te zeggen met mijn moeder, sowieso veel liefde naar jou. Jij weet, soms maak ik boos, maar wij lachen altijd en zo. Wajo, dat is echt schattig, man. Hé, zo naar jou, zo naar jou, zo naar jou. Zo naar jou, zo naar jou, zo naar jou. Nee, maar ik zie je nog wel. Ja, ik... Bijhouden of aan je geven? Ik zou dat zo wel willen hebben, maar op zich... Zij kopen zo wel veel voor mij, dus ik zou dat even goed vinden als ze dat gewoon zelf bijhouden. Maar ik zou het ook niet erg vinden als ze het geven aan mij. Zeg, wow, je ouders kijken nu mee. Wat wil je tegen ouders zeggen? Ja, ja, ik hou van jullie. Ga je dat zomaar? Ja, ik hou van jullie. Come on. Ik hou van jullie. Ik hou van jullie, dat is veel beter. Wat wil je tegen alles zeggen? Ik hou van jullie. Voilà. Is goed. Aan mij geven. En waarom? Omdat ik dat verdien en ik wil ook geld krijgen. Mm-hmm. Ja? Zeg, wil je ouders kijken nu meer? Wat wil je tegen alles zeggen? Hallo. Gewoon hallo. Come on. Ja. Hallo. Je kan misschien een SO doen naar je ouders. Ja, een SO naar mijn ouders. En jij? Kindergeld, moeten ze dat bijhouden of aan u geven? Aan mij geven, tuurlijk. Waarom? Ik kan daar veel dingen mee kopen, toch? Oh. Hoezo? Oh. Wat ga je kopen met geld? Veel dingen. Veel dingen? Ja. Maar wat dingen? Ik weet het niet. Maar waarom moeten de ouders dat aan u geven? Waarom? Dat is van mij, toch? Dat is van jou? Ja. Stel je voor, je ouders kijken nu mee. Wat wil je tegen je ouders zeggen? Ik heb niks gezegd. Niks zeggen? Ik heb niks gezegd. Nee? Je hebt niks gezegd. Nee. Aan mij geven. En waarom? Ik ga daar mooie kleren mee kopen. Alleen dat? En sparen voor later of zo. Ja, mijn ouders hebben dat niet echt nodig niet meer, denk ik. Oké, stel je voor je ouders kijken nu mee. Wat je tegen je ouders zeggen? Ik hou van u en mama. En over kindergeld? Wat blief? En over kindergeld? Dat zou aan mij moeten geven. Oké dan. Aan mij geven natuurlijk. Waarom? Omdat als dat kindergeld is, dan van uw kinderen en ik zou liever dat ik het hebben. En wat ga je doen met die geld? Ja, bijhouden en dingen kopen als ik wil. Dingen kopen, wat dingen? Ik weet niet, kleren en nog zoveel. Stel je voor, je ouders kijken nu mee, ja? Mm-hmm. Wat wil je tegen hun zeggen over het kindergeld? Ah, dat die dat allemaal aan mij moeten geven, dat ze dat niet meer moeten bijhouden. Dus die kijken nu mee, wat ga je zeggen tegen hen? Dat ze al mijn geld niet moeten opeten, want dat is niet van mij. Dus je kunt zeggen, mama of papa, zo moet je dat zeggen. Ah, mama, papa, als jullie naar deze video kijken, kijk, die kinderen dat jullie nu hebben, jullie bankkaart, dat is niet van mij, saaf. Dank u. Vond je deze video leuk? Doe dan een blauw duimpje omhoog. En abonneren. En like, subscribe. En zo naar mijn broeder.